Sorry. Het is echt een midget. Er zitten zelfs allemaal chocola in. Dat is wel heel leuk. Wat is dat nou? Hey Jojo. Wow, super cool. Ja, wel heel erg lief van Jannie. Ik weet wat ik erin had. Een Jojo van mijn krab. Waarom maak je dit dan? Wat zo? Ik heb het maar. Een Sio-gaatje. Mama, een Sio-gaatje. Ja, oké. Wauw, super cool hè? Super. Wat boffen we weer op de Jannie tegenkamer bij de bakker. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Het is vandaag vrijdag, goede vrijdag. 10, veel is zoiets. En het is echt 2 uur. En we hebben de hele dag nog niet zo heel veel gedaan, hè Burke? Wat hebben we vandaag gedaan? We zijn naar de bakker geweest. En even langs Jannie. Maar dat was het wel, hè? Ik heb mijn boek uitgelezen. Super spannend boek, heel erg leuk. Einde wil een beetje tegen, maar goed. Ik kan hier natuurlijk niet alles hebben. En we hebben net lekker geluncht, een beetje laat. En Logan gaat nu zijn fiets schoonmaken. Ik heb net de zomerkleden van mezelf in de kast gelegd. En legde een hele zware winterkleding dat was uitgehaald. Dus echt een dikke truien en zo. De rest komt allemaal in de loop van de paar weken wel. Want ze geven voor volgende week nog wel koud weer af. En voor de rest zijn we gewoon lekker aan het keutelen. Hè? Ze wil niet naar buiten, maar ze moet. Want het is prachtig weer. Ben je er klaar voor? Hij staat naast het. Voor het op mijn. Oké. Hij is zwaar hoor. Wil jij even naar buiten zitten? Dat weet ik wel. Logan kwam zelf met het idee om even zijn fiets schoon te maken. Ja. Als Boris maar niet bij mij komt likken, want ik moet wel een beetje bukken, want fiets is een klein beetje klein. Oh ja, ik wil een nieuwe fiets hebben voor je verjaardag. Zet hem maar een beetje aan deze kant, hier zo. Kijk, want jouw fiets is ook wel een beetje aan wat schoonmaakmiddel toe. Ja. Ja. Boris, kom alsjeblieft niet. De postbode komt net een pakketje voor Logan en voor Burke. Ze stond natuurlijk buiten met de fiets, dus ja, die komt niet meer achterhouden. Nee, maar die Emma raakt al best wel vol. Ja, maar zitten daar dan? Ik zie nog een kikkerpisje. Ja, maar dan een heleboel drap. Ja, maar dat is het eten. Het is in vallen. Want ik zie het invallen. Dus helpen. Nou ja, Logan, doe maar niet meer, want er zit al, de emmer zit al vol. Heel vol. Nee, ik denk die echt wel heel vol zit, Logan. Dit is alleen met wat? Nee, doe maar nu even niet, want het is een beetje diep nu. Ja, maar ik kan je nu niet helpen, want ik kan er niet naast staan. Kwak, 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 kwak. Dit is niet leuk.
Ja. Nou, zorg maar lekker goed douchen. Gewoon een beetje rode wangen heb. Ik was even in slaap gevallen buiten. Heel even maar. Ik wil eigenlijk echt een flink stukje slapen. Maar dan kwamen de kinderen als ze hun shirt uit mochten doen. Dan, of als ze iPad tijd kregen. Dan of ze hun sokken uit mochten doen. Als ze te drinken mochten pakken. Of ze druifjes mochten. Dus ja, lukte niet zo. En we zijn net lekker frietjes gemaakt. Dus het is pas komen aan het bakken. De tafel is al gedekt. En ik heb net een crisis afgezworen. Dat ze hadden ruzie over snoesjes en over stekkerblokken van de iPads. Je zou zeggen dat we er allemaal genoeg hebben. Aangezien wij ook oude telefoons hebben met dezelfde snoertjes en aandingetjes. En nieuwe telefoons hebben. En bij alle tablets komen de stekkers. Maar op een of andere manier is het zo dat als dan iemand zijn iPad aan het opladen heeft. En jouw iPad is uitgevallen. Dat je hem dan op de iPad mag pakken. Dus ik denk dat ik binnenkort eens een labelmaker of zo moet gaan regelen. En dat ik gewoon allemaal stekkers en blokken een naam ga geven. Van dit is die van jou en dit is die van jou. Dat ze er geen ruzie meer over krijgen. Want ik had een aantal weken geleden bij de Wish een aantal van die stekkers besteld. Maar die waren allemaal na een week gewoon kapot of op. Of, nee, die laden heel langzaam op, dus die willen ze dan ook niet. Dus ik moet er nog wat op verzinnen. Als je een handige tip hebt, hoor ik hem graag. Maar ik denk dat labels met wat anders is. Zo, het is 10:10. Ik ben echt helemaal geslaapt. Geen idee waarvan. Misschien ben ik gewoon toen wat extra rust. Maar die kinderen hebben tot 8:30 Lego Masters gekeken. En eigenlijk was het afkijken. Maar ja, het duurde tot 9:30. Dus dat hebben we niet meer gedaan met ze. Dus ik heb afgesproken dat als we het morgen niet op uitzending mis kunnen vinden. Dat we dan Videoland erbij gaan pakken. Kijk of het daar bestaat. Dus leer ik te slapen. Ik ga lekker douchen en dan ga ik ook naar bed. En hopelijk voel ik me morgen heel energieker. En ik hoop dan ook dat het rood een beetje weg is. Want morgen is het eerste Pasen en dan geven ze ook weer warm weer af. Ze gaan nog eieren verven, ze gaan nog eieren zoeken. Ik geloof dat Brooke nog ijsjes zou maken nog steeds. Dus we hebben in ieder geval weer een volle dag voor de oog. In ieder geval bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent. En dan zie ik je de volgende. Doei! Thought we had it covered, was gonna patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts, oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard.